het is erop of eronder. Als we vanavond verliezen, dan zijn we kansloos eigenlijk in de na-competitie. En winnen we, dan blijft de spanning er vol in tot aankomende wedstrijd. Gisteravond speelden ze tegen Kwik uit Raalte. Hoe klinkt dat? Brezant bijna richting de Eredivisie. Ja, het is gewoon heel mooi dat je hier bent. Het is het hoogste wat we tot op heden als SAP gepresteerd hebben. En we merken wel waar dat gaat eindigen. Hoe leeft dit op de club? Ja, de club leeft enorm mee. Iedereen is erbij betrokken. Daar zijn we net klein genoeg voor. Met het aantal leden wat wij hebben, dat zie je, dat zweeft door die hele club heen. Vanavond zullen we ook een leuke belangstelling zien. En je merkt, iedereen die doet er gewoon alles voor. Een speelster van Kwik raakte gewond. Na ziekenhuiscontrole lijkt alles mee te vallen. Wel een wedstrijd dit, zeg. Ja, nogal hè. We hadden te lang nodig om echt los te komen. Eigenlijk leek het wel dat het meisje wat uitviel, dat dit keer in ons voordeel was. En dat is natuurlijk heel lullig voor hun, maar daar werd wel de wedstrijd een beetje gekanteld. En dat is dit keer. Hoe hard leeft deze droom binnen jullie team? Ja, tuurlijk. Nu we hebben geproefd aan dat het kan, is die droom natuurlijk echt een stuk groter geworden. Maar ja, we moeten ook een beetje realistisch blijven. Maar het zou toch wel fantastisch zijn? Het zou super fantastisch zijn. Voor iedereen die zoveel doet voor de club. En de meiden die zoveel geven. En zeker weten.